Kort na de wedstrijd gaan we deze wedstrijd analyseren met beide trainers. Trainer van ASWH, Jack van den Bergen, welkom. Ja, dankjewel. Bert, welkom. Ja, dankjewel. Eerst naar Jack. Kun je ons zo kort na deze wedstrijd door deze wedstrijd heen loodsen en een analyse geven? Zo, nou ja, het was een 4-4-2 ruit tegen een 4-3. We hadden eigenlijk DVS ook in een ruit verwacht. Hoewel we wel weten dat ze natuurlijk ook met drie spitsen gespeeld hebben. Ja, het was een moeizame wedstrijd. Er was geen ploeg die het verschil kon maken. Hoe kwam dat volgens jou? Nou ja, dat kan dan zeggen. Dan geven we onszelf ook nog een complimentje. Dat is dan de laatste na zo'n wedstrijd. Maar dat het goed georganiseerd was aan twee kanten. Ik vind wel dat we hebben volgens mij heel weinig weggegeven. We hebben het wel twee opgelegde kansen gehad. Twee lange twee keer. En dan nog een... het had een eigen doelpunt geweest onderkant lat. Ja, dus dan kan je nog winnen ook. Alleen in de 16 meter verder, ja, niet. Ja, die ene die voorzet op het einde. En die steekbal in de eerste helft, dat zijn wel uitgespeelde kansen. Verder, dan moet je toch altijd weer bang. Je kan hem winnen, maar je kan hem altijd verliezen ook, weet je. DVS bleef wel dreigend. De eerste helft vond ik DVS, die speelde wel heel erg op de counter dan. En ze kunnen wel voetballen, maar maak je toch lastig voor een tegenstander. Ik denk met balverlies heel snel de lange bal zoeken op snelle spitsen. De tweede helft vond ik DVS wat meer initiatief nemen. Ja, oké. Het is een gelijkspel. En als we hadden moeten winnen, had ik misschien, dat heb ik ook niet gedaan, anders gaan wisselen om te zeggen van... Zo was het ook niet van, nou, ik gooi er nog aanval erbij en zo. Hoewel het in een ruit altijd lastig is, dat soort wissels. En dan kan je zeggen, ja, ik heb twee spitsen op de bank zitten. En dan haal ik Karel eruit of weet hoe langer eruit. Ja, die Karel die is ook nog, kan verdedigend ook nog een balletje. Ik zo'n hekel aan mezelf als ik het altijd heb. Dan denk ik, dan ga ik niet wisselen, omdat ik dan de kopkracht verdedigend mis. Dan denk ik, ja, gaat dat wel goed met je, Jack? Maar oké, je moet niet verder vertellen dit natuurlijk. En, dus ik heb ook niet gewisseld en dan moet je genoegen nemen in een gelijkspel. Duidelijke analyse, bedankt daarvoor. Hoe komt het dat zo'n wedstrijd dan niet op gang komt, wat Jack zegt? Nou, dat heeft een beetje met de voorgeschiedenis te maken. Kijk, wij willen goed starten aan de wedstrijd. Dus het enige wat dan belangrijk is dat je instelt op de twee spitsen van ASWH. Fysiek heel sterk. Je weet dat die paas vanuit Huissen gaat komen. Nou, daar moet je daar eerst op focussen. Tweede bal winnen. Sowieso eerst het duel winnen, tweede bal winnen en dan doorvoetballen. Maar goed, beide ploegen stonden tactisch gewoon heel erg goed. En... ik denk dat het publiek daar anders naar kijkt, maar voor ons als trainers kun je er ook wel weer van genieten. Dat je beide je huiswerk hebt gedaan, beide in staat bent geweest om je ploeg in ieder geval zo neer te zetten wat een wedstrijd vraagt. En dan gaat het uiteindelijk erom van ja, wie kan het beslissende setje geven door individuele actie, een goede loopactie. Dan ben je overgeleverd aan de creativiteit van spelers. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik de grootste kansen voor ASWH vond. Ik vond wij aanvallen te weinig afgedwongen hebben, eerste helft een beetje, tweede helft veel te weinig. Verwijt je ploeg wat verder? Nee hoor, nee. Ze hebben eigenlijk goed uitgevoerd wat we afgesproken hebben. En wat Bert zegt, je moet dan, als je een spits weet hoe lang twee keer die kans krijgt, dan kan je er wel in schieten. Maar ook, dat doet hij ook niet expres. En, nee, ik verwijt ze helemaal niks. En, op het tweede helft, dan is ook wel typisch dat DVS dan meer gaat doen. Hè. Tenminste, toch meer eerder druk gaat zetten. Meer initiatief in de wedstrijd. En dat ze dan eigenlijk nog wat minder afdwingen als in de eerste helft. Nee, ik verwijt ze niks. Het is, Ben je het daarmee eens, Bert? Ik ben het mee eens dat Jack zijn ploeg niks verwijt, nee. Dat is duidelijk, maar wat hij daarvoor zegt. Nee, ja, het is heel simpel. Kijk, het gaat op een gegeven moment om details. En na de rust hebben we inderdaad meer initiatief aan de bal getoond. Ook wat hoger druk gezet. Maar daardoor zie je ook dat ASWH in één keer wel die middenvelden weet in te spelen. Waardoor ze door kunnen voetballen. Dus ja, dat is ook niet altijd de beste keuze. En voor het publiek is dat lastig, want die willen dat je druk naar voren zet. Maar ja, dan geef je ruimtes vrij die je niet vrij wil geven. En dit was een typische 0-0 wedstrijd. Met een klein... Nou, ik vind dat ASWH in die zin dus meest recht op een overwinning had als je kijkt naar de kansen. Waar ik heel trots op ben is dat onze groep zich goed herpakt heeft na vorige week. Je hebt veel kansen gemist, nu hadden we er te weinig kansen. We zijn goed in balans, heel volwassen gespeeld. Want doe het maar eens, hè. ASWH is echt wel een ploeg die bovenin mee gaat draaien wat dat betreft. Dus het belangrijkste was vandaag niet verliezen, de nul gehouden. Nou, graag of de hoopje op nog een uitvalletje of een doelpuntje nog mee te stelen. Maar ik denk dat het een gelijkspel terecht was. Oké.
Beide heren bedankt. Jullie gaan volgende week uit naar? Spijkenisse. Uit en dan scheef die drie keer achter elkaar uit. Ja. Succes daar. En Bert? Wij gaan naar Volendam. Oké, dan gaan we het daar weer doen. Ja, dankjewel. Okay. Bedankt heren. Ja, dankjewel.